De Algemene Bond Personeel Milieubeheer, ABPM, wil dat elke veldwerker gelijk behandeld wordt. Hugo Blanker, voorzitter van ABPM, zegt dat de bond allang gevraagd heeft naar een SOR-verzekering voor alle veldwerkers. Ook moeten zij voorzien worden van veiligheidsschoenen. Echter heeft het ministerie van Openbare Werken onlangs voor maar 123 veldmedewerkers een SOR-verzekering afgesloten. En je laat een foto zien van die medewerkers die op patta zijn in Boesboesi. En nota bene met de houwer. Zo'n jonge minister. Je verwacht juist, die dan mee, je verwacht vernieuwingsdrang, toch? En dan nog zijn er duizenden onderhoudsmedewerkers. En je voor 123 ga je veiligheidsgoeders aantrekken. Is het even die 123 mensen die je lokt? Die 123 mensen die je dupeert? Omdat je een toerietje in orde maakt en je wil ze aan jouw kant? Dat is jouw land. We gaan vechten als call dat alle onderhoudsmedewerkers eerst in aanmerking komen voor die SOR. En daarna, fase 2, zijn mensen die op kantoor zitten. Want je kan op kantoor zitten en door allerlei omstandigheden valt er een balk op je of je struikelt. Blanker zegt dat milieubeheer beter zal opereren als het verzelfstandigd wordt. Ook moeten er veel personeelszaken nog in orde gemaakt worden. Het is ook zo dat we... De mensen krijgen toelagen, geen toelagen meer. Toch? Risicotoelagen. Het was een heel mooie toelage. Een heel mooie toelage was het. Het is een kwestie van, in die zin mooi, dat je mag bijna op sterven na dood liggen. Als je niet hebt getekend voor present die dag, krijg je die toelage niet. Je salaris krijg je wel, maar die risicotoelage krijg je niet. Want je hebt inderdaad op dat moment, toen je ziek was, geen risico gelopen. Ja? Maar kennelijk vindt, maar dat is iets van de vorige minister, Hassan Khan, en de vorige minister. Maar daartegenover beweert meneer Hassan Khan, hij beweert het, dat hij via FISO die toelage heeft geïncorporeerd. Dus wij willen wat duidelijkheid daarom. En die verzelfstandigheid van ons houdt in dat wij dit soort dingen opvangen. Want als je dit doet voor Lanti, normale Lanti-man, dan ben je verplicht dat voor iedereen te doen. Dus we hebben geen probleem tegen die bijzonderheid. Die zorg. Maar dan moet je rekening houden dat je het voor iedereen moet doen. Je moet niet discrimineren. Laat de mensen kleine 20 gulden per jaar betalen. Niet per jaar. Bedenk een systeem dat men 20 gulden per jaar betaalt. Bedenk een systeem, deal met EBS of waterleiding. Dat die mensen die sociale medezeggenschap betuigen en dat men daar 2 gulden extra per maand betaalt. Dan weet je zeker dat je veel wordt opgehaald. Nu zit de minister verklaren van geldprobleem. Natuurlijk geldprobleem als je geen visie hebt. En dan is het niet alleen deze regering die we tackelen daarop. Ook de vorige regering bouwt dit soort voorstel. Maar men doet het niet. De ABPM zal zich er sterk voor maken dat de overheid inkomt voor de kosten van begrafenissen van medewerkers die tijdens de dienst om het leven komen.